We zijn hier op een plek in het gebouw waar je twee bogen naast elkaar ziet en de ene is dichtgemetseld. Waarom hebben ze dit toch zo gelaten? Het is eigenlijk als herinnering aan hoe het hier vroeger ging. Toen de nonnen hier pas gingen wonen, woonden er 50 nonnen in het klooster. En die sliepen op deze verdieping en op de zolder op een slaapzaal waar ze allemaal hun eigen chambrette hadden. Een heel klein privéplekje met twee schotjes waar alleen maar een bed en een kastje paste en een tijltje. Het was een strenge orde, de congregatie van de Zusters van Liefde. De nonnen mochten niet veel contact met elkaar hebben, moesten vooral naar binnen gekeerd zijn. Dat betekende dat er hier een gang was naar de chambrettes toe en daar een gang weer naar buiten, zodat de nonnen elkaar op de gang niet tegen zouden komen. Ja, dat vonden de mensen die het gebouw hier gingen renoveren wel een mooie reden om dit ook in ere te laten. Om te laten zien hoe vroeger dat leven van de nonnen heel erg naar binnen gekeerd zich afspeelde.